dat jij er ook bent. We kunnen wel zakelijke input gebruiken. Wat ook belangrijk is, dat we elkaar op zakelijk gebied kunnen vertrouwen. Nou, dat zit gelukkig wel goed. Of heb je iets te verbergen voor me? Ik niet. Gelukkig. Nou, ik had het idee, toch? Is het waar dat jij en je vader iemand hebben opgelicht? Een zakenman in Mexico? Jullie zijn voor hem op de vlucht. Waar halen jullie dat van? Is het waar? Als ik nu ja zeg, wil je dan alsjeblieft nog met me samenwerken? Klopt dus. Het is een tijd geleden en die man is een halve crimineel. Hij was superrijk, dus hij zou het geld niet eens missen. Dus hij vroeg erom. Nee, natuurlijk niet. En ik praat het ook niet goed. Nou, het klinkt niet alsof je er erg mee zit. Ik ben er niet trots op, maar ik word er gewoon liever niet aan herinnerd. Ik wou hier een nieuwe start maken en ik ben blij met mijn nieuwe leven hier. Dat wij elkaar willen leren kennen. Ja, natuurlijk zeg je dat, want je weet hoe je iemand moet manipuleren. Zo ben je ook aan die Gina Corsari gekomen. Dat deed ik voor jou. Omdat jij bijzonder voor me bent.